We hebben nu twee effectieve behandelingen voor COVID-19 patiënten op de intensive care. Naast de corticosteroïden hebben we nu ook tocilizumab, waarvan we nu weten dat het effectief is. We kregen van onze Data Safety and Monitoring Board, dus dat is de club die de veiligheid van de patiënten in de studie garandeert, te horen dat we een effectieve behandeling voor COVID-19 patiënten op de intensive care hadden gevonden. Dat is ongelooflijk belangrijk, omdat het nadat we eerder hebben gevonden dat hydrocortison of dexamethason werkt voor dit soort patiënten, we nu een specifieke, wat we noemen immuunmodulator hebben. Dus een middel wat specifiek op het immuunsysteem aangrijpt om de reactie van het lichaam op dat virus te verminderen en daardoor patiënten een betere uitkomst te bieden. Ja, dit is een echte doorbraak. Het gebeurt niet heel vaak dat op de intensive care bij hele zieke patiënten een nieuwe behandeling bewezen effectief is voor patiënten. Dus er zijn mensen in onze studiegroep die al 25 jaar studies doen op de intensive care en nog nooit een verbeterde behandeling konden aantonen in een studie. En dit mag zeker gezien worden als een doorbraak. Dit middel zorgt dat patiënten op de intensive care met COVID-19 een betere overleving hebben of minder lang ondersteuning van hart en longen nodig hebben. En gisteren kregen we het bericht dat er in dit domein dus een effectiviteit was aangetoond voor het middel tocilizumab. Dat betekent dus dat er voldoende aanwijzingen zijn, in dit geval aanwijzingen voor 99% zekerheid, dat tocilizumab de uitkomst van patiënten op de intensive care echt verbetert. Dat is een middel wat ook bij chronische ziektes van het immuunsysteem wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis, waarbij ook het immuunsysteem van de patiënt gedempt moet worden omdat die daar last van heeft. De REMAP-CAP-studie die is al in 2014 opgezet met als doel snel aan te passen als er een pandemie zou optreden. Het richt zich op patiënten op de intensive care, dus begin van dit jaar hebben we de studie snel aangepast om de beste behandeling voor patiënten op de intensive care voor COVID-19 te ontdekken. Dat doen we met onderzoekers in Noord-Amerika en Australië en vanuit het UMC Utrecht coördineren wij de studie in Europa. Dit is een eiwit wat heel specifiek aangrijpt op de ontstekingsreactie in het lichaam. Dat betekent, als het virus zich vermenigvuldigt, gaat het lichaam daar afweer tegen maken en dit eiwit grijpt heel specifiek in op die afweer om die te dempen. Ja, dit is belangrijk nieuws. Na de doorbraak die we eerder dit jaar hadden met de hydrocortison en een dexamethason die de behandeling verbetert, hebben we nu daarbovenop een ander middel wat de behandeling ook nog eens verbetert. Hier kunnen patiënten per direct mee geholpen worden.